De bestuurdersstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Buitenhuis Automotive, Doyen Auto en Bilderberg. Welkom bij de bestuurdersstoel, de 10e en laatste aflevering van dit jaar. Deze week is bij ons de gast Wiert Meijering van Autoveiling Nederland. Wiert, van harte welkom. Dank je, Jelle. Voor degene die jullie bedrijf misschien niet kennen, kun je heel kort uitleggen wie jullie zijn en wat jullie doen? Autoveiling.nl bestaat dit jaar 10 jaar. We hebben daarmee de AVN-groep mogen introduceren. We hebben een inspectieplatform, een veilingplatform en auto-IT-dienstverlening doen we vanuit de groep. Oké, en hoeveel auto's inspecteren en veilen jullie? Wij inspecteren dit jaar ruim 30.000 auto's via auto-inspectie.nl op het inspectieplatform. En wij verkopen zelf aan de branche, dat is dus in Nederland en in het buitenland, via de carauction.eu, een goede 10.000 auto's. Oké, dus jullie zijn een van de grootste occasion verkopende partijen van Nederland. Wij noemen het zo, we zijn leading in de branche, ja. Leading in de branche. Ja. Oké, klinkt mooi. Ja. Jullie zien dus heel veel auto's langskomen. Wat zijn de belangrijkste tendensen die je in 2012 hebt gezien in die occasion branche? Ik denk dat je steeds meer ziet dat er meer gedigitaliseerd wordt. De hunkering naar toch meer rendement, groter bereik en ook wel meer transparantie. Het internet brengt mensen en transacties wat makkelijker bij elkaar. Dat is natuurlijk een beetje vanuit jullie perspectief, want jullie zijn een internetbedrijf. Toch 10.000 auto's, dat is natuurlijk een heleboel. Maar als je ziet dat er per jaar toch zo'n 800.000 auto's B2B verhandeld worden. Er zijn natuurlijk een aantal veilingbedrijven. Er zijn vijf grotere veilingbedrijven, denk ik, in Nederland. Ja, nou, het remarketing evenement doen we met 4 veilinghuizen. En, ja, precies. Er zijn inderdaad meer spelers en kapers op de kust. Ja, en al met al doen die, ik denk, zo'n 10% van de markt. Dat betekent dat 90% van de markt nog niet via jullie verloopt. Hebben jullie alleen contacten met leasemaatschappijen? Of zijn er ook dealers en universele bedrijven die hun B2B occasion business via dit soort bedrijven doen? Ja, goede vraag. Ik snap hem. Ik denk dat er voor ons zeker nog een hele uitdaging ligt om te groeien. Ik denk wel dat men steeds meer onderkent dat het zin heeft om te groeien. Want de transparantie, wij noemden het eerst automatiseren. De branche is redelijk aan geautomatiseerd inmiddels. Daarna was het digitaliseren. Ik denk dat we daar nog vol in zitten. Maar wij noemen het nu ook al wel, en dat is ook wel leuk om te zien veranderen, visualiseren. Ik denk dat het leuk is om de auto's die we doen steeds op een leukere manier in beeld te brengen in plaats van in kaart. Ja, dus het gaat dus met foto's en video's van alle auto's die over het platform gaan. Ja. Ja. Oké. Je noemde net zelf het remarketing event. Jullie zijn een van de founding partners daarvan, hè, met een aantal 7 of 8 andere partijen. Ja. Wat is het bestaansrecht van dat platform? Waarom is het in het leven geroepen? Ik denk dat we met de partners waarmee we dat organiseren op een hele leuke manier het remarketing evenement kunnen organiseren, omdat dat anderen ook wel zien. En wij proberen dat natuurlijk ook duidelijk te maken, dat het digitaliseren en het op een professionele manier doen van je remarketing, dat echt wel zin heeft. En dat zeg maar, op die manier een beter rendement te scoren is. Dat is eigenlijk onze uitdaging. Je zegt een beter rendement. Een beter rendement dan via de traditionele manier? En hoeveel beter is dat rendement dan? Ja, dat is een goede vraag. Wel lastig te beantwoorden. Ik denk dat op het moment dat je het begint in beeld te brengen, dat je weet wat je doet, Dat het ook meetbaar is. Hè? Meten is weten. Dus ik denk dat het sowieso lastig wordt als de handelaar op een A4'tje of op een doosje sigaren, zoals we het van ouds herkennen, zijn prijzen roept en noemt. Dan is het heel makkelijk om te meten, om te kijken of dat het op een andere manier beter kan. En ik denk dat om te beginnen dat het leuk is de biedingen online te ontvangen. Ja, maar goed, kijk, je zegt meten is weten. Bedrijven hebben, als het goed is, natuurlijk redelijk zicht op wat hun occasions doen via de verschillende kanalen. Maar leveren
occasions meer op als je ze via een veiling aanbiedt? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, het bereik is groter. Je kunt makkelijker meerdere kopers de auto's aanbieden. Dus ik denk ja, als je ziet dat de meetinstrumenten die er zijn, de waardebepaling, taxaties, de boekjes en dergelijke. Ik denk toch dat wij daar structureel met 111% vorig jaar bij ons, dat het rendement hoger is. 111% opbrengst ten aanzien van de boekjesprijs. Ja, precies. Ja. Zonder verrekening de taxatiewaarde. Van de waardevermindering. Als zou je die waardevermindering erin wel verrekenen, dan wordt het bedrag, wordt het percentage nog alleen maar hoger. Oké, maar goed, er moet natuurlijk ook een fee betaald worden voor de veiling. En autobedrijven kunnen tegenwoordig natuurlijk zelf ook heel makkelijk op internationale portals zelf adverteren. Wat is dan het voordeel om het... Ik denk dat de portals natuurlijk particuliere prijzen op zich hebben staan. En via de achterdeur worden natuurlijk nogal wat andere prijzen auto's verkocht. En dat is het business-to-business verhaal waar we eigenlijk vol in zijn. Grote leasemaatschappijen die krijgen best wel flinke hoeveelheden auto's terug. En des te langer dat die staan, des te meer geld dat ze kosten. Dus laten we ze zo snel mogelijk op de juiste manier verhandelen. En vergis je niet, wij verkopen natuurlijk vanuit de veilinghuizen best wel een hoop auto's inmiddels aan het buitenland. Ja, de export neemt natuurlijk sterk toe. Ja. Je hoort heel veel leasemaatschappijen dat zelfs het merendeel van hun auto's inmiddels naar het buitenland gaat. Wat doet dat met de prijsontwikkeling van de occasions? Nou, het is een blijf vraag en aanbod. Dus als er meer aanbod is dan dat er vraag is, dan krijg je dat de prijs naar beneden gaat. En ik denk dat we met z'n allen in Nederland heel erg blij moeten zijn dat er zoveel auto's naar het buitenland gaan. Want dat betekent dat er in ieder geval vraag nu is, ook omdat de BPM teruggehaald kan worden. Dat het dus daarmee het ook interessant is voor een buitenlander om in Nederland een auto te kopen. En laten we daar met z'n allen blij mee zijn. En anders dan denk ik dat er heel veel aanbod en met minder vraag. Dus, Vanuit de aftersales, heel veel van de bedrijven die occasions doen, doen daarnaast ook aftersales. Van daaruit zijn natuurlijk wat klachten van al die auto's die naar het buitenland gaan, die leveren minder handel in de werkplaatsen op. Wat vind je van die discussie? Ja, een leuke discussie, maar ik denk niet dat ze die gaan winnen. Het is nou eenmaal de handel. En we worden geleefd en geregeerd vanuit door Den Haag. En zolang het BPM nog steeds in Nederland een feit is, dan denk ik niet dat dat tegengehouden kan worden. Jij bent ook taxateur. Jij wordt ook wel ingeschakeld door banken. Ja. Hoe zit het op dit moment met de financiering van autobedrijven? En met name als je het hebt over de occasion voorraad. Hoe staan die autobedrijven er gemiddeld voor? Ja, lastig, slecht. De banken die vinden het steeds belangrijker dat staattijden meegenomen worden in de financieringsbehoeften van de autobedrijven. En daar hebben een hoop, vooral de wat grotere, met toch ook wel panden die wat groter zijn dan eigenlijk de bank graag zou willen, waar ook vaak financieringen in zitten. Die bedrijven hebben het moeilijk. En op het moment dat je kijkt dat de kosten eigenlijk navenant te hoog zijn, daar waar de omzet minder wordt, hoe zitten die banken daar nu in? Want dat betekent dus dat bedrijven hergefinancierd zullen moeten worden. Hoe gaan banken daar en een financieringsmaatschappij daar nu mee om? Nou, het is leuk om te zien dat de financieringsmaatschappijen, de banken, minder snel bedrijven echt failliet laten gaan. Dat werk vind ik ook gewoon leuker om te doen. Dat is het insolventiewerk. Dat is ervoor zorgen dat wel de voorraad geminimaliseerd wordt, maar dat de kans van overleven gewoon aanzienlijker aanwezig is. Ja, dus de banken zijn wel bereid om een helpende hand te bieden aan de autobranche op dit moment? Jazeker, jazeker. Okay. Zie je nog verschillen tussen dealerbedrijven en universele bedrijven, hoe die omgaan met deze materie? Ja, de dealerbedrijven zijn natuurlijk wel franchise-nemer een beetje geworden. En dat is lastig. Hè. Die worden dus geregeerd door veelal de moeders, de fabrikanten. En die kunnen wat minder makkelijk zelf bepalen hoe om te gaan met hun uitstraling. Het is niet zo dat ze hun dure pand aan de kant kunnen zetten nu. Nee. Maar goed, ze kunnen natuurlijk wel hun occasion beleid aanpassen. Ja, maar ik denk dat we ook wel weten met z'n allen dat in de occasions momenteel wat makkelijker misschien wel de euro's te verdienen zijn dan opnieuw verkopen. Want de hoeveelheid nieuw verkopen staat best onder druk.
Waar laten autobedrijven het volgens jou liggen? Ik denk dat de automobielbranche moet gaan proberen om aan haar klanten geld te verdienen. En hoe ik denk dat ze dat kunnen doen, is dat op het moment dat ze een auto inruilen, dat ze proberen die auto beter in beeld te brengen. Want op het moment dat de auto wordt ingeruild, zit de klant in een ja-stemming. En dan is het van, heeft u de reservesleutel erbij? Ja. Heeft u de stoelen, de extra stoelen erbij? Of de boekjes erbij? Ja. Dan ze willen de zo hoog mogelijke prijs proberen te realiseren. Om als inruilprijs met een leuke prijs naar buiten toe te lopen. Maar 3 maanden verder of 3 weken verder, als de auto daadwerkelijk wordt ingeruild, ben ik van mening dat we vergeten een auto goed te controleren. En als we de auto op het moment dat we hem inruilen beter in beeld brengen, dan denk ik dat het heel goed mogelijk is om op het moment dat de auto daadwerkelijk ingeruild wordt, hem goed te controleren. En de particulier op dat moment echt te vragen van, u had er toch de boekjes bij, u had er toch de reservesleutel bij. En hoe komt het nou dat het motormanagementlampje brandt? Mogen we daar nog heel even naar kijken, want dat is niet zo heel erg netjes van. En waarom doen bedrijven dat dan niet? Nou, ik denk dat de digitalisering is en de visualisering waar wij op doelen. Ik denk op het moment dat je met een inruil-app-achtige oplossing dat probeert in beeld te brengen, dan dat je daar geld aan kan verdienen. En, jullie hebben die app, waarom wordt die niet gekocht? Ik ben op zoek naar partijen die met ons daar heil in zien, maar dat kost geld. En het investeren momenteel in een dergelijke oplossing, dat vertikken ze. Ik vind het erg jammer om te zien dat ze daar niet 1 of 2 euro per auto voor over hebben. Daar waar ze dan misschien wel 100 of 200 euro per auto minder kosten aan hebben om op de juiste manier die auto in te kopen. Onlangs kwam het bericht dat, dat de regel met de BTW voor financiering gaat veranderen. Ja. Er zijn natuurlijk veel exportdienstverleners die de BTW voorfinancieren. Dat gaat veranderen. Wat zijn de gevolgen daarvan? Ja, nou, ik denk best wel aanzienlijk. De reden dat het gebeurt is niet voor niks. En ik denk dat de regels beter nageleefd zullen moeten gaan worden. Dat is hetzelfde als met kilometerfraude. We weten allemaal dat dat gebeurt, maar zolang er geen regels zijn die het aan banden zet. Maar wat wordt er nu niet goed nageleefd? Nou ja, er zijn wel bedrijven in het buitenland die ons een beetje voor de gek houden, denk ik. Hoe houden ze ons voor de gek? Nee, nou ja, op het moment dat je een bedrijf in het buitenland hebt, drie marketing evenementen in België. België is al jaren en dag een land waar heel veel export gedreven wordt. Mm-hmm. Maar daar werd ook echt gewaarschuwd voor zeg maar de plof BV's die men maakt om BTW terug te vragen. Maar op het moment dat de BTW niet wordt afgedragen in het land waar de auto wordt verkocht. Ja, dan hebben de belastingdiensten met elkaar toch best wel grote problemen. Die zijn ze aan het oplossen. Oké, dat gaat over de BTW. Hè? Ja. De essentie is volgens mij dat de dienstverleners niet meer kunnen worden aangemerkt als de laatste eigenaren van zo'n voertuig. Dat is volgens mij een beetje waar het om scharniert. Mm-hmm. Datzelfde geldt natuurlijk voor de BPM voor financiering. Er zijn natuurlijk dienstverleners die een heel business case hebben gebouwd om de BPM voor financiering. Het ligt natuurlijk voor de hand dat op het moment dat ze geen laatste eigenaar meer zijn bij de BTW, dat ook niet meer zijn bij de BPM voor financiering. Wat gaat daar veranderen? Nou ja, ik denk dat de tijd dat zal leren. Ik denk zeker dat de Belastingdienst en wij met z'n allen daar nog wel veranderingen zullen zien. Welke veranderingen? Ik verwacht ook wel dat de BPM een keer op een andere manier, de regels zullen wel veranderen. Dat de BPM op een andere manier teruggevraagd, het terugvragen van de BPM zal op dezelfde manier blijven gebeuren. Maar ik denk niet dat als de dienstverleners geen eigenaar meer zijn, ik denk dat die regels wel veranderen. Ik denk wel dat Laat ik het anders vragen. Hebben de dienstverleners dan een probleem? Nou, ik denk dat de juiste dienstverleners, of mensen dat een dienstverlener op het exportgebied, als ze het op een juiste manier aanpakken, wel degelijk hun diensten kunnen blijven aanbieden. Maar het zal wel op een andere manier gaan gebeuren. Tot slot, nog eventjes vooruitkijkend naar het nieuwe jaar. Wat wordt de belangrijkste ontwikkeling in 2013 voor de occasion en de remarketingbranche?
Nou, ik denk dat je het net aangaf met goed recht het BTW en BPM verhaal. Leuk. Ik denk zeker belangrijk, want er gaan een heleboel auto's toch het land uit. Voor ons betekent dat als zijnde Autoveiling Nederland gaan wij zelf de BPM voor financieren ook. En dat is voor ons ook best wel een hele verandering. En daar komt natuurlijk ook liquiditeit bij kijken. En ik denk dat daar een heleboel bedrijven mee te maken gaan krijgen. Anderzijds denk ik dat er steeds meer, zeker de wat grotere dealerbedrijven, de grotere autobedrijven, steeds meer op efficiëntie moeten gaan kijken. En ja, het rondrijden van niet verkochte auto's heb ik nooit echt als zijnde positief ervaren. Maar ik denk dat er steeds meer via de digitale kanalen verkocht gaat worden. Ik denk dat de digitalisering en ik denk zoals wij het zien ook de visualisering wel zijn weg zal vinden. Voor Autoveiling Nederland wordt het zo te horen een geweldig jaar. Hoe wordt het voor de hele branche? Wordt het een goed occasionjaar 2013? Ik denk dat we haast niet kunnen praten over een goed jaar. Ik denk wel dat we moeten gaan kijken dat we naar stabiliteit gaan zoeken. Ik denk dat de fundering weer heel even goed moet gaan worden. En ik denk dat we die stabiliteit zeker moeten zien in rendement. Ik denk dat we niet met aantallen willen draaien. Ik denk dat we moeten gaan kijken dat we de auto die we verkopen, dat we daar geld te verdienen. En vooral ook ervoor zorgen dat we hem goed inkopen. En dan geld willen verdienen aan onze klanten en niet aan elkaar. Want ik denk dat de particulier regelmatig nog wegloopt met te veel euro's in de zak. En ik denk dat we met elkaar geld moeten gaan verdienen. Okay. Wierd Meijering, hartelijk dank. Ja, graag gedaan, Jelle. De bestuurdersstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Buitenhuis Automotive, Douaien Auto en Bilderberg.